Hey Jonas. Dag Paulien. Ken je Calicanes? Een oude grenspost tussen Frankrijk en België. Niet echt, nee. Wat gebeurt er daar wel? Ik ben er langs gegaan toen ik naar Poperingen op weg was. Er was daar een streekproducentenmarkt bezig. En er was ook live muziek en een cursus koken. Ah, echt? Vertel, dat interesseert me wel. Wel, het is blijkbaar een grensoverschrijdend project die deze verlaten site wil transformeren in een kwaliteitsvolle plek met een aanbod aan dienstverlening voor beide zijden van de grens. Er zal een gebouw komen met allerlei activiteiten. Je zal bijvoorbeeld Frans en Nederlands kunnen leren, culturele activiteiten bijwonen, informatie vinden over werkgelegenheid of toeristische info over de regio. Er is zelfs voorzien om verplaatsingen met de fiets of te voet aan te moedigen door de aanleg van nieuwe paden. Alle weggebruikers zullen zo veilig zijn met deze nieuwe verbinding. Ook de natuur zal er haar plaats krijgen met een prachtig zicht op de Katsberg. Ah, oké. En hoe wordt dit project georganiseerd? Het is een innovatief project waar de bewoners veel inspraak krijgen. Ze kunnen hun ideeën voor de toekomstige site delen via de website, social media en fysieke ideeënbussen in de buurtgemeente. Prachtig, wat een goed initiatief. Dat denk ik ook. In ieder geval, bedankt voor de info. Ik zal er zeker eens langs gaan om alles te ontdekken. Super, tot later. Tot ziens.